We staan op de Karel van Manderstraat in Heemskerk. Wat is er gebeurd? De politie en de brandweer is hier ter plaatse in verband met de melding van wateroverlast. Omdat het water liep aan de buitenkant van de woning naar beneden toe. Hebben de onderburen dat gemeld? Door buren is een melding gedaan dat de water naar binnen kwam en onder andere via de elektra de woning binnenliep. De politie is de woning waar het water vandaan kwam naar binnen gegaan en er werd een hennepkwekerij aangetroffen. Hoe is het dan nu verder met de schade? Twee woningen hebben waterschade bekomen. Hoeveel plantjes zijn het ongeveer? In eerste inschatting ongeveer 150 planten. Zijn er al mensen aangehouden? Nee, er zijn nog geen mensen aangehouden. Daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan.